1-2'tje door het midden met Van Eikeren. Marciano Schulz met een heel mooi geplaatst schot. Heeft hij wel succes op Anton Jansen. De zee aan vrijheid. En die vindt dan Emiel Van Eikeren. Redeker tuint verkeerd. En Van Eikeren, clubtopscorer van NEC, maakt zijn zesde van het seizoen. Gier, die heeft te maken met Vreeman vanmiddag. Ben Beerenkamp gaat er toch in de fout. Ja, Renfer scoort. Laat u Heru en u uithalen, gauwloos die bal drukken. Een doelpunt. Een doelpunt van Jack de Gier. En in de regen, die coach die de hele baan niets van begrijpt. Corner 5 is al genomen. Toepa. En Hersi geeft het laatste zetje. Tininho. Prachtig schot. En een prachtige goal van Tininho. Dat is voor het eerst. Denneboom krijgt hij eruit om te schieten. Die creëert hij voor zichzelf en het is 2-2. Prima goal van Romano Denneboom. En van beneden en er wordt gescoord. Geen buitenspel voor Vlemings die op weg gaat naar 2-0. Vlemings, ja! Zo makkelijk gaat dat voor NEC als de verdediging van de Graafschap staat te slapen. Scoort hij weer. Komt met een schot. Waterman kan niet goed keren. En hij scoort weer, Vlemings. Hier gaat Björn Vlemings. Hij moet hem voor zijn rechter hebben. Vlemings. Oh, wat doet hij dat fraai zeg. Het lijkt op niets uit te draaien. Maar ja, hij heeft zo van die avonden. Zeefuik moet scoren. Dat doet hij. Knap afgemaakt. Gennaro Zeefuik. Grote opluchting hier onder de NEC-supporter.